zo op weg naar Hengelo en ik heb een bestuurder en die gewoon geniet van de zelfrijdende auto. Bevalt het? Fantastisch, heerlijk. Ja. Niks te doen. Abe is een student blockchain en die kijkt eigenlijk naar wat bedrijven allemaal doen. Bestaande bedrijven, wat die eigenlijk met blockchain kunnen doen en moderne ICO's. Goed, de nieuwsbrief van deze week. Ik heb een paar ontzettend leuke dingen, moet ik zeggen. Allereerst was natuurlijk Mark Zuckerberg enorm in het beeld. En toevallig was ik net geïnterviewd door de Joodse Omroep, die een hele serie maken over wat er eigenlijk met Joodse ondernemers aan de hand is. En dat geldt alleen in de techniek, maar ook in de financiële wereld, de creatieve wereld en zelfs in de onderwereld. Dus wat uitgebreid over Mark Zuckerberg gesproken en wat hem nou drijft. En daar komt een geweldige serie van. En ik interview even de regisseur en de programmamaker daarover. Maar ik heb ook heel erg veel nagedacht over wat er nou eigenlijk gebeurt op gebied van ondernemers. Ongelooflijk veel Joodse ondernemers. De Larry Ellison, de Larry Ellisons, de Googles, de Mark Zuckerbrugs natuurlijk. Maar ook meerdere mensen. Tientallen ondernemers in dat terrein. Nou, dat gaat daarover. Dat is leuk. Vervolgens heb natuurlijk heel veel belangstelling over die vrouw die zeg maar gedood is. De tweede dode door een autonomous driving vehicle. Daar hebben we een heel artikel over. Ik heb er een BNR uitgebreid over gesproken. Er gaan 3000 mensen per dag dood in het verkeer. En dit is nu dus tweede. He, dus 10 Boeing 747's per dag. En nog een ongelooflijke hoeveelheid zwaar gewonden. Maar hoe moeten we nou tegen dit ongeluk aankijken? Was heel belangrijk, want dit was echt een fout van Uber. Die auto die stopte gewoon niet en die had dat gewoon prima moeten zien. Uiteindelijk zullen zelfrijdende auto's 10 keer zo goed worden om veilig rijden. Maar deze, dat was geen goed, voorbeeld. Verder, de Intertraffic, dat is zeg maar de grootste beurs op gebied van verkeer. Die was in de rij, 13 hallen vol. En die ging eigenlijk helemaal over communicatie op de oude manier. Met allemaal borden en signaleringen en heel veel ouderwetse massa in media. Naar smart communicatie. Dat gewoon veel meer zeg maar in de auto gebeurt. Dat alle signalen daar voorkomen. Dat die auto's veel meer zelf gaan rijden. En daar heb ik een tour voor georganiseerd. 50 nieuwe dingen. En in 20 minuten ga je eroverheen. Dus dat is denk ik, als je even wil weten wat er op het gebied van verkeer gebeurt, hoe smart dat aan het worden is en hoe groot die overgang gaat worden voor de komende 10, 15 jaar. Echt een hartstikke interessant gebeuren. En vervolgens heb ik dan nog wat informatie over de Blockchain Innovation Conference. Volgende week komt er een heleboel sprekers. We hebben jullie allemaal geïnterviewd. Jullie hebben allemaal verteld wie je als spreker wil. Ik ga volgende week naar Zwitserland om allerlei interessante sprekers te interviewen. Daar kun je trouwens over nog meestemmen. Daar zitten 50 interessante sprekers in Zwitserland. En ik ga er een stuk of 5 vragen. Heb je ook nog mensen die je wil, die in jouw branche heel interessant zijn, dan kom even vertellen. En er zijn nog 2 congressen die interessant zijn. 1 is over de blockchain bij de overheid. En Marloes Pomp geeft daar volgende week donderdag een congres over. Met iets van 20 cases die uitgebreid worden behandeld. Heel interessant over wat de overheid allemaal met blockchain doet. Blockchain van Nederland en van België. En iedereen die naar het congres komt, die krijgt ook een boek. En ik heb ook een kortingscode voor €100. Ik ben daar toevallig dagvoorzitter. Het wordt echt een heel interessant evenement. Vind je het leuk om te kopen? Dan in Media Plaza, mijn eigen Media Plaza, vind ik hartstikke leuk. Dus ga daar even kijken als je dat interessant is voor jouw business. En we hebben volgende maand, hebben we ook in april, hebben we het chatbot-congres. De Natural Language Processing, dat gaat echt hartstikke goed. Veel vrouwen vertellen dat eigenlijk de computer hun beter begrijpt dan hun partner. Nou, dat is dan nog een beetje erg progressief. Maar het is wel zo, was een mooie case van ook van Mobile World Conference, dat de tevredenheid over Watson, als die de chats deed voor de klanten van Vodafone, de tevredenheid was hoger dan van de mensen die erachter komen. Nou, het hele chatbot is gigantisch hot. En daar is het eerste nationale congres over. En dat gebeurt in april. Kun je even kijken waar het over gaat. En als je dat interessant vindt, kom ook gewoon langs. Dat was het van deze week. Super interessante week. Ik heb ook nog een hele leuke lezing geïncludeerd van Ling Kong. En die vertelt dat China gewoon de blockchain nodig hebben. Want er is absoluut geen trust in China. Echt een van de meest hotte sprekers die er waren. We hebben weer een hele bak van interessante sprekers. Op 7 juni gaat dat plaatsvinden, dat congres. Dus er zijn nog een paar 2-for-1 kaartjes, maar ze zijn eigenlijk helemaal uitverkocht. Dus wat dat betreft, kom daar ook gewoon heen.
Alright, fijn weekend. Ik ga een presentatie geven hier in Hengelo.